Via Cultura. Burgers komen regelmatig in het verweer wanneer eeuwenoude gezonde bomen moeten plaatsmaken voor steen. Of omdat ze ook waarschijnlijk gewoon in de weg staan. Bomen zijn van levensbelang, of niet? Waarom en voor wie? Hierover gaan we praten met bomenkenners, milieudeskundigen. Gasten, Anneke van Veen, Stichting Stad, John Steeg, bomenridder, Guido Fransen, bomenridder, Erik Meijer, jurist, Juno, onze eigen stadsdichter. Vlogs van boswachter Harm Blom en live muziek van Rem Piek. En natuurlijk de gespreksleiding Kitty Kruger. En ik mag weer. En dan gaan we eerst eens even over naar iets, in dichtregel maar. De appel valt, je staat voor een beeld, you know. Sorry. Ja, nou, we houden het een beetje levendig hoor. De appel, want bomen zijn levend, hè. De appel valt niet ver van de boom, de kat uit de boom kijken. Hoge bomen vangen veel wind, door de boom het bos niet meer zien. Een boom valt niet bij de eerste slag en een boom van een kerel. En die hebben we hier zelf, Juno, onze stadsdichter. Dankjewel. Juno Rissema. Ja, nou daar gaan we. Ik ga wel even naar het midden lopen, want dat vind ik fijn. Ik sta graag in het middelpunt. Diep geworteld in de aarde waar ik vandaan kom. Groeien is het doel wat ik voor ogen heb. En hoe groot ik ook word, de aarde is mijn houvast. En ik laat haar niet los als zij mij niet loslaat. Ik ben groot geworden door haar. We hebben samen mijn doel bereikt. En mag ik ooit omvallen, dan is zij voor altijd bij mijn zij. Dank jullie wel. Dat was mijn ode aan de boom. En ik moet wel zeggen, ik vond het een leuk onderwerp om erover te schrijven. Want dat weten weinig mensen, maar mijn vader is een boom. Jouw vader is een boom? Mijn vader is een boom. Toen mijn vader overleden was, 5 jaar geleden, hebben wij zijn as bij een mimosa-boom daarbij gedaan. En daar is een boom uitgegroeid. Dus mijn vader is tegenwoordig een mimosa-boom. Dus ik vind bomen. Dus het was, ik heb ook, ben naar de boom geweest toen ik dit ging schrijven. Dus daarom vond ik het leuk. Dus dankjewel voor de uitdaging. En, Nou, graag gedaan, Juno. Succes met die bomen nog. Ja, dankjewel. Onze stadsdichter, Juno Rissema. Dan gaan we nu weer verder met het gesprek. Ik heb ook nog een dichtregel. Wat zeg je? Ik heb ook nog een dichtregel. Nou, laat horen. Bij een huis met een droom hoort een tuin met een boom. Ik vind hem geweldig. Ik ga een tegeltje maken. Je snapt het. Ja. Ja. Tegeltje. Ja. Ja, zo heb ik er nog een paar. Je bent een oen als je geen groen in je tuin zou doen. Maar dat wordt iets minder leuk natuurlijk. Ja, ik vind dit wel een hele mooie regel. Die houden we vast. Maak maar een tegel. Nou, geen tegel, hè. Tegeltje. Ja, tegeltje. Een blauw randje. Tegen de boom. Maar Kitty, wat ik ook heel graag zou willen, dat het, we hebben natuurlijk een fantastische man in de stad, die Henk Visser, die de hele land adviseert, maar ook heel veel in Dordrecht heeft gedaan. En hij is nu op leeftijd dat gewoon vanuit de raad een initiatief komt om dat landschapskundig museum, die ook heel veel met bomen en groen bezig is, om dat gewoon voor de stad te behouden. We hebben een paar centen van de Eneco. Dus ik hoop dat een raadsleden de draad... Komt ook weer op het lijstje, denk ik. Ja, maar het zou, nee, maar ik ben wel eens. Het is echt uniek. Ja. En het zou een drama zijn als het uit elkaar valt. Ja, het is fantastisch. Het is echt heel spectaculair. Okay. Ben je er wel eens geweest, Kitty? Geloof het niet. Nou, dan moet je eens een keer met de commissie daarheen, als het weer mag. Het is een heel uniek museum. Het is heel bizar. Nederland. Je wil niet weten wat daar allemaal zich afspeelt. Nou, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Vind ik wel een goede. Ja. We hadden het net even in de pauze ook over Dordrecht, wereld, bomen, stad, zoals we dat genoemd zijn. En we zeiden nog iets van, moeten we het toch eens even over hebben. Vanwege het kappel van die 800 bomen op de Zeedijk? Of, Nee. Maar daarvoor. Oh, daarvoor. Het werd op een gegeven moment, wij werden benoemd als, en we werden ook, iedereen was er trots op, Dordrecht. Wereld, bomenstad. Als eerste gemeente in Nederland. En moet je daarvoor betalen? Of is dat geld? Ja, nou, wij zijn nog aan het uitzoeken hoe dat, zijn hoe we dat weer zit. Cynisch. Bij inlevering van 26.000 ton biomateriaal krijgen die titel. Ja, dat, het zou kunnen, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk ook mensen die heel woest hun best doen. Hè. Moet het niet allemaal... Precies. Dus we moeten elkaar een beetje vinden. De teneur is natuurlijk heel lang geweest, uitknijpen allemaal. Wat ik zelf heel erg ingewikkeld vind. Ik woon nu ook al 30 jaar in mijn wijk. Dat er zijn bijvoorbeeld geen groen, mensen die het groen onderhouden, die
die beklijven, die betrokken blijven bij zijn wijk. Vroeger had je zo'n wijkploeg en die kenden al die bomen. Die wisten alles. Die zorgden gewoon dat het er goed uitzag. Ja, dat was de gemeenschappelijke plantsoenendienst. Ja, en dan zeg je van, nou, het moet een beetje die kant op en een beetje die kant op. Maar nu komt gewoon iedere keer een andere aannemer. Ze maaien gewoon de nieuwe aanplant gewoon kapot. Het interesseert ze niet. En dan zeg ik, dan klaag ik erover. Ik zeg hier, foto kapot. Zeg, ja, dan moet je een foto maken van, was het een rode of een groene trekker die er tegenaan reed. Denk, waar gaat dit over? Ja. Je plant daar hele mooie nieuwe bomen aan, prachtige herplant. En dan gebeurt dit en denk, er moet ook gewoon liefde en betrokkenheid zijn bij dat beheer. En nou, wat dat betreft zou ik terug willen naar de eigen mensen gewoon meer in dienst. Nou, dat is wel wat Guido zei. Je had vroeger inderdaad de gemeentelijke plantsoenendienst. Ja. En ik schrok vorige keer ook. Ik was in Sternburg, mijn vader woont in Sternburg. En toen reed er zo'n apparaat over een heg heen. Dat gewoon echt zo, en dat werd zo ruts eraf gehakt. Maar niet alleen die heg, maar eigenlijk alles wat eromheen. Alles, ja. Gewoon, dat gaat allemaal zo. Dus er wordt niet meer gekeken wat wel kan blijven staan en wat niet. En... Nee. Ja, Kitty, jij zit ook al jaren in de raad. Je weet gewoon dat groenbeheer in Dordrecht is altijd een stelpost. Maar is overal, hoor. Ja, niet overal. Natuurlijk. Maar ik kan over Dordt praten, omdat ik hier ook 4,5 jaar in de raad heb gezeten. Ja. Er wordt gestuurd op participatie en zo min, en proberen wijk inbreng, zodat het maar zo min mogelijk gaat kosten. Het wordt allemaal aanbesteed in contracten waarvan ik denk van, nou ja, is er nog wel over nagedacht? Wie gaat er nou midden in het Wanterpark de grasvelden lopen maaien, terwijl het 6 weken lang een hittegolf is? Het groeit voor een meter, maar er wordt wel gemaaid, terwijl er ondertussen bomen staan te verdrogen. Dan zeg ik, van zet die gozer van die maaier op een watertank en gaat die bomen water geven, want dat is op het moment nu van toepassing, en niet gras maaien, omdat het toevallig in het contract staat. Ja, oké. Ja, ik heb daar dus ook geen, dat moet ik heel eerlijk zeggen, ik hoor dit nu zo. Maar, je hoeft niet overal van verstand van te hebben. Nee, er zijn wel mensen die het wel hebben natuurlijk. Nee, en daarom vond ik dit onderwerp ook zo leuk. Ja. Want daar leer ik ook weer van. Ja. En dan denk ik ook zo'n stadsecoloog, zou die daar ook iets... Nou ja, die stadsecoloog heeft heel veel te doen. En ik denk absoluut dat men het wel wil. Want minister heeft ook die stadsecoloog aangenomen. Dus is ook echt wel behoefte om meer in de vingers te krijgen. Maar... Ja, dat moet je stapsgewijs moet je dat natuurlijk doorvoeren. Want inderdaad, het zijn allemaal lopende contracten. Maar dan moet dus eerst die ecoloog die hele stad in de vingers zien te krijgen. Moet eens een keer goed gesprek mee hebben, denk ik. Ja, want als het bijvoorbeeld ook iemand is die... Ja, hoe snel leer je zo'n stad kennen? Ja? Wat natuurlijk ook, waar we ook mee te maken hebben, dat is heel vervelend. Is dat, ja, misschien lullig om te zeggen. Want ik gun iedereen de woonplek waar die van houdt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen allerlei dingen en doen allerlei dingen over Dordt, die eigenlijk die stad helemaal niet zo kennen. Je bedoelt de ambtenaren op het stadskantoor? Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar als je het hebt over groen en dergelijke, ook al kom je uit Hendrik Ido Ambacht of uit Groningen of wat dan ook. Ja, maar dat zit in wel. Je moet wel finesses van wijken en buurten ook kennen. En ook en dat soort kwaliteiten ook kennen. En een beetje een soort generaal maaibeleid eroverheen gooien, dat kan iedereen. Maar als je zegt, daar zit het meer die kwaliteiten, daar zitten meer die kwaliteiten, moet genuanceerder. Kijk, de ecoloog moet zich daar helemaal inwerken, dus dat heb je niet zomaar in de vingers. Nee, maar goed, laten we blij zijn dat die ecoloog er is. Zeker. Laten we er goed contact mee opbouwen. Laten we zelf ook ogen, oren en neuzen van die ecoloog in de stad zijn. Dat willen wij als bomenridders nadrukkelijk ook. We willen ook een netwerk van mensen in de stad die zich in iedere wijk bemoeien met de bomen in hun buurt. Want die kennen ze beter dan wie ook. Goed idee. Om op die manier, je kunt wel blijven afgeven dat de gemeente het allemaal niet goed doet. Maar kennelijk heeft de gemeente het op beleidsniveau wel redelijk voor elkaar. Anders zou je zo'n award nooit kunnen winnen. Want dat wordt vooral vanaf het papier beoordeeld. Okay. Heb je het juryrapport gezien? Nee, nog niet. Maar dat ga ik nog zeker naar kijken. We zijn zoekende. Ja, precies. We zijn inderdaad. Ja, we zijn ook nog een organisatie in opbouw. Ik ben heel benieuwd. Okay. Ja. Ik had het nooit gegeven, maar... Er zijn natuurlijk ook nog veel meer. Je hebt het platform Duurzaam Dordrecht, die ook van alles doet. Je hebt IVN. Daar sluiten wij ons bij aan, bij platform Duurzaam. Want de versplintering is al groot genoeg. Ja, je kunt makkelijk versplinteren. Je kunt elkaar alleen maar versterken als organisaties. Ja. Laten we dat ook vooral doen. Ja. Maar onze invalshoek is denk ik net weer even een beetje anders dan van andere organisaties. En zolang we met elkaar samenwerken, kunnen we elkaar versterken. En wij proberen dus vooral dat netwerk van de grond te krijgen. Ook nog een voorbeeld. Guido kwam daar zelf mee binnen de bomenridders. Op het moment dat wij een kapvergunning aanvraag in de krant zien staan, of op site, dat is natuurlijk ook gewoon digitaal allemaal toegankelijk.
dan geven wij aan die mensen een foldertje met wat kan je doen om die boom te redden. En hoe kun je jouw woonomgeving zo inrichten dat je profijt hebt van die boom en geen last? En om op die manier ook gewoon individuen te benaderen. Ja. Dat hebben jullie al gedaan? Nee, dat hebben we bestaan pas net. Hoe lang bestaan jullie? We bestaan pas 2 maanden. Dus. Okay. Ja, de bomenrit is hier in Dordrecht. Ja, maar ik vind het een geniaal idee. Ik ben ook zeer benieuwd hoe mensen daarop reageren. Ja, dat hopen wij dus ook. Dat we geven ze dan natuurlijk ook de kans om feedback aan ons te geven. Zodat we ook zelf kunnen opbouwen, de kennis, voor op welke manier je mensen kunt enthousiasmeren voor hun eigen boom. Want als het op het moment dat het hun boom wordt, dan hoef je ook geen juridische procedures mee te voeren. Want dan zijn ze zelf er veel te veel van overtuigd dat zij profijt van die boom hebben. Adoptie van bomen. Ja, dat iedereen gewoon zijn eigen boom. Als iemand dat gaat zien, hè, profijt van bomen. Tuurlijk, je zal zeker niet iedereen overtuigen. Dat zou ook wel heel mooi zijn, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar wij kunnen het op zijn minst gewoon aanbieden, proberen. Nou ja, we hebben geen doorzettingsmacht, dat gaan we ook niet krijgen, willen we ook helemaal niet. Wij willen ook zo min mogelijk juridische procedures voeren, alleen als het echt niet anders kan. Ik sta voor jullie klaar, hoor. Ja. Nou ja, we hebben ook in Zuidhoven, waar ik woon, een bewonersproject gedaan. Daar hebben we 32 bomen geplant. Die zijn geadopteerd door de buurt. Het zijn gewoon bewoners. En die hebben hem ook zelf geplant. Het was beestenweer. Het was heel slecht. En de graafmachine kon geen gaten maken. Maar mensen waren vast besloten om met een kruiwagen door diep in de blubberzak die eigen boom te planten. Hoe leuk is dat? Ja, dat is geweldig. Ja, dat was echt super. Marco Stam heeft er ook een geplant. Die is helaas overleden. Gebeurt natuurlijk vaker, de boom. Zeker niet, hij niet. Nee, dus dan gaan we er weer een nieuwe voor planten. Dus dat is ook wel heel erg leuk, dat je gewoon ook mensen bij zo'n buurtproject... Zijn dat illegale bomen of was het met toestemming? Nee, dat is met toestemming. Oké. Okay. Ja. We gaan er weer eventjes tussenuit. Ik zou jullie vragen, een boompje planten. Wij hebben het hier heel de avond over bomen. Hebben jullie het wel eens over bomen, over groen? Ja, sowieso. Ik woon zelf in Rotterdam en ik zit ook in de werkgroep Groen van mijn wijk. Okay. Dus we organiseren geveltuindagen, dat mensen dus stenen eruit kunnen halen en geveltuintjes aan kunnen leggen. Kijk dan. Zo. Ik heb heel de zomer in de Biesbos gewerkt, dus dat vond ik echt prachtig. Kijk. Even echt zo prachtig. Maar in de Biesbos werken kan je op verschillende manieren natuurlijk doen. Ik was sluismeester. Oké. Een beetje heel dag liedjes zingen, een beetje gitaar spelen, een beetje knopjes drukken en genieten van de natuur en de mensen. Oh, mooi. Dat is echt heel leuk. En dan wil ik nu weer wat muziek van jullie horen. Alsjeblieft. I wandered again from my home in the mountains. When youth's early dawn, I was happy and free. I looked for my friends, but I never could find them. I just found they were all strangers to me. And everybody I've met seems to be a rank stranger. No mother nor dad, nor friend could I see. And they knew not my name. I just found they were all strangers to me. And they all moved away to the voice of a stranger, to a beautiful home on the bright crystal sea.
And maybe one day I'll meet them in heaven, where no one will be a stranger to me. And everybody I've met seems to be a rank stranger. No mother, and they knew not my name, and I knew not their faces. Well, I just found they were all strangers to me. Well, I just found they were all strangers to me. Dankjewel. Muziek die ik me ook goed zie luisteren in een bos. Ja. En dan ja. Zeggen ze dat mannen één ding tegelijk kunnen doen? Ja. Ik denk dat de bomen harder gaan. Hij kan veel. En we hebben het er net een beetje over gehad. Dat er ook, we hebben het over bomenkap gehad en over het planten van bomen. En daar hadden we vandaag in de uitzending heel graag boswachter Harm Blom uitgenodigd. Maar die kon helaas niet aanwezig zijn en daarom heeft hij een filmpje gestuurd. Als onderdeel van het project De Nieuwe Dordtse Biesbos worden op 3 plekken bossen aangeplant. In totaal 40.000 struiken en bomen worden aangeplant op 3 delen. En dat wordt verdeeld op een droog gedeelte en op een nat gedeelte. En de soorten die dus op het nat en droog gedeelte worden geplant, kunnen daar goed tegen. Dus op het natte gedeelte staan meer wilgen, meer elzen. En op het drogere gedeelte staan meer populieren, eiken en haagbeuken. En op die manier proberen wij een verbinding te realiseren tussen het Sliedrechtse deel en het Dordtse deel van de Biesbos. En ook voor de beleving is het voor de recreant natuurlijk heel fijn dat als je straks hier door de nieuwe Dordtse Biesbos loopt, in het deel Monnikiepsel, ja, dan kan je genieten van niet alleen moeras, kruidachtige, bloemenrijke vegetaties, maar ook bossen. Momenteel gebeurt dat achter mij. Je ziet dat een deel van de weilanden is gefreesd en daar worden allerlei kleine boompjes in geplant. En ik loop straks door naar de aannemer die hard aan het werk is en dan laat ik jullie dat weer zien. Op 3 locaties in de Noorderdiepzone worden bossen aangeplant. Daarbij wordt rekening gehouden met natte en droge omstandigheden. De soorten bomen en struiken worden daarop aangepast. Op die manier krijgen we variatie in het gebied. Dat is goed voor de natuur, goed voor de beleving. We hebben letten daarop ook echt aan soorten die de Sliedrechtse Biesbos en de Dordtse Biesbos verbinden. Dus veel willig, populier, eik, berk, els. En op die manier krijg je gewoon meer mogelijkheden voor flora en fauna om zich te verplaatsen. Maar ook voor de mensen om daarvan te genieten. Op de locaties waar geplant wordt, halen wij eerst de graszoden open. De kraan gaat boren, die boort de plantgaten en dan de medewerkers planten de bomen en struiken erin. En op die manier krijgen we een heel gevarieerd bosbeeld. Aan de achterkant zie je de elzen liggen, 30 jaar oud. En we gaan ervan uit dat als dit bos zich in de Noorderdiepzone zich ontwikkelt, dat we over 20, 30 jaar ja, op een hele mooie manier kunnen genieten van boselementen in de Noorderdiepzone. Nou, dat belooft wat, zou ik zo zeggen. Ja, dat zijn mooie ontwikkelingen.
Zeker. Mooie ontwikkelingen, mooie ideeën. Klopt het ook een beetje? Ja, het is een boswachter die dat zegt. Dus ik kan me niet voorstellen dat daar... Ik wil water opvangen. Het eigenlijke is dat hij eindigt natuurlijk wel met de mededeling dat het nog 20, 30 jaar duurt. Ja. Dat het echt iets fatsoenlijks is. Maar laten we vooral het als een positieve ontwikkeling zien. Ben je dat nog dan? You never know. Maar we doen het niet alleen voor onszelf, hè, Erik. Ja, volgens mij doen we het ook voor degenen die na ons komen, zeker. Enzovoort, enzovoort. En het is een onderdeel, wat mij betreft, van ook een van onze speerpunten. Wij schatten dat er op het eiland van Dordrecht ongeveer 100.000 bomen zijn. En we vinden dat we in het kader van klimaatbeleid er op zijn minst 100.000 bomen bij zouden moeten. Ja. En daar is dit dan al een behoorlijke bijdrage bij. 40.000 is natuurlijk niet niks. En de uitdaging is, ook voor de gemeenschap van Dordrecht, maar ook voor de gemeente, bedenk iets waardoor je de stad echt zodanig verder kunt vergroenen, dat er gewoon plek is voor 60.000 extra bomen. En dat betekent dus dat je ook consequenties moet trekken uit hoeveel steeds maar weer verder uitdijende ondergrondse infrastructuur dat je wil hebben, want dat is gewoon een hinderpaal voor fatsoenlijke bomen om niet alleen te geplant te kunnen worden, maar ook tot een fatsoenlijke omvang te kunnen doorgroeien. Dus meer bundeling van ondergrondse infrastructuur zou ook al heel erg helpen bij de vergroening van de stad. Nou, daarom is mijn pleidooi gewoon al die waarden op het eiland benoemen, natuurwaarden, industrie, et cetera, en daar ook veel harder aan vasthouden, want als je die structuurvisie van het eiland van Dordrecht van 30 jaar geleden kijkt en nu, nou, het is gewoon verrommeld. Het is echt een aantal gebieden zijn totaal verloren gegaan. En laten we zorgen dat het niet verder verrommelt, het eiland van Dordrecht. Dus ik ondersteun jouw verhaal helemaal. Nou ja, de nieuwe omgevingsbeleid is heel erg op bouwen. Ja, hè? Hele groen en blauw. Natuurlijk wel voor nieuwbouwontwikkeling bij Amstelwijk, waar wel echt gewoon gezegd is, ik geloof dat 40% groen en water moet zijn. Ja, je ziet dat op meer plekken. Dat zijn natuurlijk wel hele krasse goede uitspraken. Dus uiteindelijk de mix moet gezocht worden door de bestaande stad. Gewoon de kansen voor meer groen. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben ook een keer een stadavond over het Otto Diekeplein gehad. Nou, dat is natuurlijk een rampzalige plek waar je daar met die waterbus aankomt. Terwijl dat gewoon een prachtige, mooi groen park zou kunnen zijn. Uitkijkplek zou moeten zijn. Dat gaan we ervan maken. Want ik heb net het rapport opgevraagd over de nazorg voor de gasfabriek die daar gestaan heeft. De reden waarom daar geen bomen geplant mochten worden. Want er zat veel te veel cyanide en andere rotzooi in de grond. Uit het nazorgrapport blijkt dat het inmiddels een heel stuk schoner is. Dus er kunnen weer bomen komen te staan. Want let ons. Nou, dat vind ik wel goed. Want het is natuurlijk, kijk, we zeggen in de loop der jaren, 30 jaar, 50 jaar, is het allemaal verrommeld. Je hebt natuurlijk ook allemaal van die tijdsgeest. Hè? Ook, nu hoor ik ook, van er konden toen ook geen bomen geplant worden, omdat de grond zo vervuild was. Dan kan je zeggen, ja, dan moet die grond afgegraven worden en een schone grond. Dat is geen begin aan. Nee, precies. Nou, over het Otto-Diekeplein hebben we meerdere versies, want we hebben ook iemand gehad die zat in de zaal en die zei dat ze wist dat er een enorm gat was geweest, dat er een enorme uitgraving daar was geweest. Dus ik weet niet precies hoe het nou zit, hoor, met dat hele Otto-Diekeplein. Nee, maar goed, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat je gewoon toch, hè, in alle jaren door de eeuwen heen zie je gewoon verschillen. De ene keer is dat mooi en dan vindt men dat moet gebeuren. En nou, wij zijn gelukkig, denk ik, nog vanuit de generatie dat we parken en ook bossen nog goed kenden voordat ze echt veel gekapt werden en zo. Dus inderdaad, we moeten zorgen voor onze kinderen en dienstkinderen dat die ook weer de beleving krijgen van al die prachtige parken en bossen die er moeten komen. Maar zijn alleen die bomen nou belangrijk? Want ik kan me zo voorstellen dat jullie hebben het maar over bomen, dat zijn toch al dingen, staan in de weg. Of gaat het over nog meer groen? Dus ook struiken. De hele eco-infrastructuur moet natuurlijk, daar is de boom dan in zekere zin de bekroning van. Ook letterlijk met een kroon aan de bovenkant. Die boom kan natuurlijk ook alleen maar functioneren als er voldoende planten omheen zijn, als er insecten bij zijn, als er vogels in zitten. Die moeten met elkaar samenleven, symbiose. En die symbiose die kunnen we natuurlijk wel bevorderen. Ja. En inderdaad, niet alleen maar bomen. Een van voorbeeld wat ik daarbij aan wil halen, wat ik toevallig in deze dagen ook van een van onze leden meekreeg. Wat in Dordrecht en ook in heel veel andere plaatsen vrij systematisch gebeurt, dat als een boom enigszins overwoekerd lijkt te worden door klimop, dat de klimop dan weggehaald wordt. Dat is hartstikke fout. Er is een perfecte symbiose tussen die klimop en die boom, waardoor ook allerhande insecten en andere plantjes, kleinere plantjes, prima ook op die boom kunnen leven, zonder dat het een parasiet wordt.
Want een klimop is helemaal geen parasiet. Dus vooral laten zitten. Maar ja, dat vinden we dan esthetisch weer niet mooi. Dus, nou, hè? Esther, ik hoorde van iemand toen inderdaad van dat was een parasiet en die maakte die boom kapot. Het is geen parasiet. Nee, het klopt gewoon niet. Nee. Nee. Ja, ik geloof iedereen wat die mij vertelt, moet ik echt dat gaan bestuderen. Maar... En die klimop is sowieso heel mooi, want in Engeland hebben ze onderzoek gedaan dat als jij een kopgevel hebt aan de zuidkant en je zet de klimop tegenaan, heb je 30% minder warmte binnen. Ja. Ja, dus dat soort dingen ook gewoon benutten. Ook als het verticaal is, kijken of je iets met mogelijkheden kan doen. Ik zag laatst ergens, hadden ze gewoon een perenboom om een lantaarnpaal heen laten groeien. Dat is hartstikke mooi. Een boom om een lantaarnpaal? Ja, een boom om een lantaarnpaal, ja. Dat was echt hartstikke mooi. Dus okay. Er zijn zoveel kansen als je wil. Dan kan je op zoveel manieren... We hebben natuurlijk niet over groene daken gehad. Dat is natuurlijk ook een hele goede optie. Dus er zijn gewoon heel veel varianten. En het is ook nog een keer zo, dat al even over die boom. Op het moment dat je een kruidenvegetatie hebt... moet je voorstellen, al die planten en al die struiken hebben allemaal een ander wortelsysteem. Dus hoe diverser dat is, hoe beter het ook bijvoorbeeld afwatert. Heftige regenbuien, die gaan makkelijker de grond in... als er meer variatie in beplanting is. Ja. Dus. En er zijn tegenwoordig zoveel architectonische voorbeelden waarbij groen geïntegreerd wordt in gevels en dergelijke. Ja, prachtig om te zien. En inderdaad, het werkt ook nog eens een keer isolerend. Het houdt je huis een stuk koeler. En dat onderschatten we een beetje, want de wereld is ondertussen steeds meer aan het opwarmen. En je gaat merken dat de temperatuur in huis, je ziet het al in de verkoop van airco's, die zijn in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Nee, omdat de laatste jaren die temperaturen steeds omhoog gaan. Ja. Nou, dus geen betere manier om je gevel koel te houden dan er een klimplant tegenaan te doen. Dan hoef je niet per se hederaad te gebruiken. Er zijn allerlei andere klimplanten ook. Ja, want er zijn natuurlijk, hè, dat krijg ik steeds te horen, die klimplanten die verpesten dan het beton en zo. Dat gaat kapot. Maar ik weet dat helemaal niet zo is. Ja, als het je kozijn ingroeit, dan moet je zorgen dat het niet je kozijn is. Nee, maar ja, dan moet je dus weer een beetje verhouden. Maar er was laatst ook iemand die zei, je moet je voorstellen, zo'n tuin is eigenlijk net als je, ook als je een auto hebt, dan moet je ook af en toe tanken. Dan moet je af en toe even iets doen. Ja. Hè? Om uiteindelijk de waarde ervan te benutten. Hè? Ja. En olie moet ook af en toe naar de garage. Dus een tuin moet je ook af en toe even iets doen. Daar hebben sommige mensen ook geen... Nee, maar het wordt altijd gedaan alsof het echt bakkenwerk is. Maar ik heb laatst begrepen van een hovenier dat zelfs een totaal bestrate tuin meer werk is dan een tuin met beplanting. Als je de goede beplanting kiest. Ja. Ja. En er zijn ook allerlei makkelijke beplantingen voor in de tuin. Precies. Je hoeft niet per se planten in je tuin te zetten waar je altijd van alles aan moet doen. Dan is het dus gewoon belangrijk dat mensen dat ook weten. En dat we dus kennelijk... Kijk, jullie gaan nu... je hebt ideeën van als je ziet dan in de krant... Dordt Centraal staat het geloof ik, die kapvergunningen... om dan langs die mensen te gaan van... joh, wil je het wel echt? Want als we nu kunnen laten zien hoe je hem kan houden... kan het dan niet anders? Misschien is het ook een idee om... toch wat meer dagen, weet ik veel wat, te organiseren in wijken... waar mensen dan zien in een voorbeeldtuin... of dat je zegt, met elkaar gaan we een tuin eens doen. Ja, ik zit dat nou met de plekken te verzinnen, hoor. Ja, dat soort acties gebeurt allemaal, hè? Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt hier in Dordrecht ook, hoor. Geweldig. Ik weet dus ook niet meer die alles zetten. Maar dat gebeurt wel. Dat probeert men, maar... Heel veel mensen in Dordrecht zijn al 10 jaar bezig... om een soort ecologisch landbouw over het hele eiland van Dordrecht te krijgen. Ja. En daar, daar zou ik ook een power bij de volgende gemeente... raadsverkiezing willen, want we zouden een uniek eiland worden als dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Ja, het zelfredzaam eiland. Dat is ook, maar het is ook voor de voedselketen is dat voedsel, van belang. Ja, het is een we laten deze power talk eventjes onderschrijven door weer een prachtig... Dat liedje gaat erover, hè? Wie weet? Niet helemaal. Beach sand, stranger in a strange land, sun kissed, the sense of eternal bliss, and I found it with you, found it right here next to you. Oh, what a day to be loved this way. Foreign fields and a land of stone, water glistening, the sun shone, but I'm thinking of home. Secretly I think of home.
Dankjewel. Ik wist wat in jullie vragen. We hebben de afgelopen gemeenteraad, is er een motie geweest of een amendement om ervoor te zorgen dat bomen monumentaal, de monumentale status zouden krijgen. Meer bomen monumentaal. Er waren er toch wel velen die zeiden, ja, moet dat nou weer monumentaal? Want als je iets monumentaal verklaart, dan houdt het ook weer zo op. Hè? Dat zie je ook aan huizen, dan kan je er helemaal niks meer aan doen. Het staat er, het, ja, je mag er niks meer mee doen. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Nee, nee, oké, nee, ik zeg even, mag je zo zeggen, maar wat vinden jullie? Zou je inderdaad meer bomen monumentaal moeten benoemen om ze ook maar te beschermen? Want het blijkt iedere keer weer, jullie moeten in de krant, iedereen moet in de krant kijken, op kapvergunning, dus we moeten er achteraan. Oh, de gemeente is een bepaald project van plan, moeten we niet kijken dat de bomen wel blijven staan? Iedere keer is het een gevecht, in plaats van dat het is, de bomen blijven staan en we gaan kijken hoe we dan iets kunnen doen. Maar moet je niet veel eerder een soort bomenbeleid maken? Ja, dat gaat er komen, hè? Ja, maar Kitty, dat was 4,5 jaar geleden ook al dat het eraan zat te komen. Volgende maand, 2016 is het afgelopen. Inshallah. Volgende maand komt het. Nou ja, goed. Nee, bijvoorbeeld waterschap komt nu met een groennota waar al dit soort dingen in benoemd worden. En monumentale bomen is daar maar een onderdeel van, een klein onderdeel. Leuk om een boom op een monumentale lijst te zetten, maar je hebt nu de afgelopen tijd gezien dat bomen die op de monumentale lijst stonden, worden om die reden gewoon omgekapt. Ja. Omdat de sequoia op het Kromhout stond op de monumentale bomenlijst en die cypress op de Sluisweg ook. Dus het zegt eigenlijk helemaal het niks. Zegt druk. Ik zou ze gewoon heilig verklaren eigenlijk. Het heeft niet zoveel zin. Vind ik veel beter, je blijft er vanaf. Het ene juridische instrument vervangen door het andere juridische instrument, dat helpt natuurlijk niet. Als de houding er niet naar is, dat een boom blijft staan tenzij. Ja. En de praktijk is, als iemand begint te piepen dat hij last heeft van die boom, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, of iemand die te veel bladval heeft in zijn of haar ogen, dat hij dan gewoon gelijk krijgt. En dan kan je 100 keer die dingen op een lijst gaan zetten, maar als ze niet feitelijk beschermd worden door een basisregel nee tenzij, Dan verandert dat niet. Het herplanten, dat is geen alternatief. Dat moet er ook eens een keer vanaf. Hè? Het idee was, maar dat wordt een nieuwe geplant. Dat is toch ook wel iets. Het is geen vervanging, laat ik het zo zeggen. Nee, okay, het is goed dat het er is. Je zet iets neer, maar het is niet te vergelijken. Hè? Er wordt gewoon gedacht, boom is boom. Dat is niet zo. Het zou werken als je één voor grote volwassen boom je de verplichting had om 40 kleine bomen ervoor in de plaats te moeten zetten. Nou ja, dat is te berekenen. Jij zei net 10, ik hoor hier 40. Wie biedt meer, wie biedt minder. Maar ja, maar voordat die het vermogen hebben wat zo'n grote boom heeft. Maar dat zou dus de moeite waard zijn om daar eens naar te kijken, om uit te rekenen en dan te zeggen van nou inderdaad. Ja, en dat kan natuurlijk vaak niet zo. Dus er moet gewoon met meer dan zorgvuldigheid. Het is inderdaad gewoon nee tenzij. Ja, en je moet echt wel hele goede redenen hebben, wil je zo'n deel, waarde. Een deel van dat tenzij kan natuurlijk zijn dat hij gewoon dood en ziek is. Zeker. Bomen gaan net zo goed dood als wij. Maar dat wat sommige gemeentes in Nederland wel al als regel hanteren, is dat je de kroonomvang van de boom terug moet planten. Ja. Dus dat er per saldo net zoveel kroonomvang terugkomt als er gekapt wordt. En dat kan dan met 10 zijn, dat kan met 40 zijn, misschien zelfs wel met 3, want ook kleinere bomen gaan dood. Maar daar heb ik een hele stomme vraag misschien, maar je hebt ook van die dunne lange bomen, hè? Ja, maar ze hebben wel een manier om dat te berekenen. Oké, dat zie ik dan alweer gebeuren, weet je wel. En ook, je hebt allerlei soorten bomen met grote bladerkronen, maar ook die wat minder bladeren hebben. En dan denk ik, als dat dan is... Kunnen we ons een cursus boom geven, Kitty, als je wilt? Ja, hartstikke. Nou, misschien is dat ook wel leuk voor de raad gewoon eens een keer. Ja. Nou, zeker. We hebben natuurlijk al inderdaad toen... Een webinar. Toen bij de Witte Haan, er werd ook al die bomenman. Simon Klingen, prachtig man. Ja, zeker. Dat is heel indrukwekkend. Vond ik echt een bomenman. Ja, hij was zelf ook bomen. Hij is 2,05 meter, dus als hij binnenkomt... Die kon ook zo prachtig vertellen, want we hebben het nu over dode bomen. Hè. Twee kleine voorbeelden dat hij had over een boom die dan helemaal hol was. Dan waren mensen, die moet kappen, want dat valt om. En zei, jongens, lantaarnpalen zijn toch ook hol? Dus die staan met minder wortels in de grond. Het gaat meer om de wortels. Ja. Maar goed, dat vond ik een goeie. En die heb ik onthouden. En ook van, de boom leek dood. Maar toen liet hij foto's zien dat in die dode
dode boom. Dat daar gewoon weer een nieuwe boom bovenop kwam. Ja, het is allemaal niet zo mooi. Misschien is dat het ook wel. Hè? We willen allemaal maar het is recht. Want je ziet ook van die aangeplante bomen in sommige steden of in parken. Dat is allemaal zo keurig naast elkaar. Dat zie je echt als een aangeplante bos. Dat zie je in het buitenland ook. Ja, maar als je nou bijvoorbeeld de boomridders in Rotterdam hebben in Spijkenisse. Waar ook een groot recreatiepark, bosachtig gebied onder handen genomen zou worden. Daar zou alles plat gaan. Door de aandrang van de boomridders is dat uiteindelijk veranderd in selectief kappen. Waardoor je dus hoogteverschillen blijft houden en er worden bomen tussenuit gehaald, er wordt bijgeplant. En dat allemaal in fases waardoor je de structuur van het bos voor een groot deel in stand houdt. Nou, dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden waar, kijk, als er dingen gekapt moeten worden, hè, en het kan echt niet anders, een elzentakziekte, ik ben betrokken geweest bij de herplant achter in de Merwelanden. Nou, daar is selectief de elzen er tussenuit gehaald en er is een mix van bomen tussen gezet. Want veel dingen gaan ook fout, omdat in Nederland nogal de neiging hebben tot monoculturen. Ja. Dus allemaal dezelfde bomen, wordt er één ziek, dan gaat ook gelijk de hele bende. Als je variatie, en dat is de biodiversiteit die er gewoon gecreëerd moet worden, dat voorkomt ook dat grote ziektes zich snel uitbreiden. Want dan is het beperkte gebied waarin het kan woekeren. Ja. Ja, een mooi voorbeeld is wel de Oranjelaan, hè, hoe ze die hebben ingeplant. Ja. Daar hebben ze echt een, echt een mooi mengsel gewoon daar in die middenberm. Ja, maar het kan dus wel. Zeker. Het kan dus wel. En dan denk ik, maar zijn er dan ook, ja, ik weet dat ook niet, dat zou ik dan ook maar eens gaan vragen, maar verschillende landschapsarchitecten, ook dat de een doet dat dus wel en de ander doet het niet. Ik vind dat toch wel heel bijzonder, dat het kan dus wel. Ja, maar dat is ook een beweging die er gemaakt wordt, hoor. Dus, dus we gaan het ook steeds meer zien, denk ik. Ja, je gaat het steeds meer zien, zeker. Nou, ik ga er nog eentje nog erger maken. Ook een dode boom is dé plek waarop paddenstoelen groeien. Dus waarom zou je iedere boom die sterft ook daadwerkelijk weg gaan halen? In sommige parken in deze stad komt het wel voor, heel sporadisch, dat ze, omdat de wortel toestand zo groot is dat het veel te ingewikkeld wordt om hem eruit te halen. Dus uit nood geboren, zullen we maar zeggen. Maar ook dat is onderdeel van de biodiversiteit. Dat je ook dode bomen een rol kunt laten spelen in het hele ecosysteem. Ja, dat uilennesten, vleermuizen, wel, hè? Maar op, ja. Maar dat zie je in de elzen en de biesbos, geloof ik ook wel. Daar zie je tenminste dan zijn bomen of gekapt of ze zijn omgevallen. En dan laten ze het daar liggen. De elzen is voor een deel natuurlijk ook commercieel. Van staatsbosbeheer. Er worden bomen geoogst. Dat is ook de reden waarom daar alles bijna in een rijtje staat. Maar ja, dat is geloof ik productiebos. Waarom het in rijtjes gaat, dat liet die boswachter zien. Het wordt gewoon met machines gedaan en die rijden gewoon op een spoortje. En dat is het makkelijkste en goedkoopste manier van planten. Dat is waarom het op rijtjes staat. Dan kan je er ook ik zou zeggen, het dronken chauffeur. Ja, ik heb ooit een beplantingsplan gemaakt voor Archeon. Daar heb ik ook gezegd, een dronken planter met een blinddoek. Maar dat is nog niet gelukt. Ze staan allemaal op rijtjes. Ja, toch zijn er mensen die daar wel bij varen, als dat keurig in orde is. Nou ja, dan moet je bepaalde hoeveelheid plantgoed moet je kwijt. En dan is het het makkelijkste. Ja. Dan noemen we dat het autistenbos. Maar als je het hebt over dan ben ik gelijk van apropos. Nee, maar hoe zou je dat dan anders moeten doen? Want ja, het moet snel ook weer gebeuren, hè, in een bepaalde tijd. Dus daarom kiezen ze met dat planten, joh, maar dat gaat vanzelf goed, joh. Dat zie je toch in de Elzen ook. Uiteindelijk gaat er de een dood en de ander niet. Behalve als de iepziekte komt, hè. Ze hebben daar enorm, je moet de natuur is, die doet zelf ook dingen, hè. Precies. Dat maken we nu mee, hè, dat de natuur dingen zijn. Het hoeft ook niet overal op die manier gedaan te worden. Je kunt ook gewoon, net als op de Zeedijk, we hadden allemaal dezelfde bomen. Dat geeft een landschappelijke waarde. Dat heeft natuurlijk ook bepaalde rust. Dat is ook heel specifiek. Ja. En zoals de soort bijna kathedrale route daar bij de Evelingenweg, of daar vlakbij de Elzelingenweg. En die hoek. Nou, dat vind ik, als daar de zon op staat, dat is fantastisch. Het is net alsof je in een middeleeuwse kathedraal loopt. Ja, dat was bij de Zeedijk ook. Dat was bij de Zeedijk ook, inderdaad.
Maar dan hoor ik toch ook wel eens mensen zeggen van, ja, dat kan je nou allemaal. Ik kan ook zo lopen. En dan hoor ik wel eens, stel je toch niet zo aan. Het is maar een boom of het is maar een plant. En, maar hoe zou de verhouding in mensen nou liggen, denken jullie? Dat er meer natuurliefhebbers zijn of mensen die... Er zijn er mensen die zitten het liefst ook thuis binnen in hun hok, maar... Ja, maar Kitty, je ziet het nu met die COVID. De hele wereld gaat wandelen. Iedereen wil naar buiten. Ja, en naar de bossen. Dat is het rare, hè? Dus, ja. Dus maak je eigen spaar in je eigen buurt. Desnoods beginnen we met eigen boom eerst. Daar heb ik in dit verband geen problemen mee. Eigen boom eerst. Eigen boom. Nee, maar je ziet duidelijk vooral op het moment dat mensen veel meer naar buiten gaan. En ik hoop dat mensen... Nu ze naar buiten gaan, dat ze ook eens gewoon goed om zich heen kijken en zien hoe mooi het is. Ja. Hoe mooi het kan ook in de winter kan het heel mooi zijn. Als je allemaal beijzelde takken hebt en je ziet daar vogeltjes op heen en weer gaan. Nou, ik ben van oorsprong een biker. Maar ik kan heerlijk in een bos lopen. Bij de helm, je hebt een beetje op en dan zie je bijna niks. Ja, wat ook wel is, ik zat ook te denken... iedere keer als wij met Stichting de Stad een avond hebben... en het gaat over groen, dan zit het echt meer dan vol. Hè? Er is best wel heel veel behoefte aan ook om informatie daarover te krijgen. Dus misschien moeten we daar zelf ook voorzien hoe... meer dat soort dingen, dingen kunnen voeden. En op scholen, je ziet natuurlijk de scholen al, ja, nu helaas dan even niet, maar de groene schoolpleinen, dus ook de kinderen meer de beleving laten dat hebben. Soort dingen. En je hebt natuurlijk dat Tiny Forest is natuurlijk aangelegd. Eerst dacht ik, jeetje, is dit het? Maar het is eigenlijk toch wel heel grappig, moet ik zeggen. Het is toch wel, en zeker als die kinderen van die school een beetje zich daarmee verbinden, is het toch wel een heel gek stukje. Ja. Wij hebben in de wijk een eigen volkstuin, waar de hele buurt, de Rioustraat en onze wijk, samen aan het tuinieren is. Dat geeft ook een ontzettende verbondenheid. Zeker, maar ook de liefde voor de natuur dan. Ja. Maar en het schijnt ook dat mensen ook qua heel erg aanslaan op vogels. Hè? Vogeltjes in de tuin. Iedereen wil graag vogeltjes in de tuin. En vlinders. Dus misschien moet ook een beetje op de aaibaarheid en... Ja, als je vogels in je... Ik zeg altijd, als iets bestraat is het boven dood en onder dood. Ja. En hoe meer je neerzet, als je van de rotsen af wil, dan moet je dus met planten in de weer. Het is momenteel zo... Natuur verbindt. Het is momenteel zo dat de beste honing in Nederland, die wordt in Amsterdam opgehaald. Kijk eens. En dat komt doordat de stad vergroent, meer bloemen, minder maaien, enzovoorts, enzovoort. Het komt allemaal vanzelf terug als wij met onze handen eraf blijven. Toch door te gaan. Ga je toch onderbreken. Ik ben al natuur verbindt en muziek verbindt. Ik wil graag nog een nummer van jullie horen. I heard you say it didn't work out with your guy. Oh, now I heard you say it didn't work out with your guy. Don't worry now, cause he didn't treat you that right. And I don't wanna push down on you too hard, but to meet up with me, I wanna do you no harm, oh, I ain't. Or would you be my babe? And oh, would you be my babe? Well, yeah, would you be my girl? Oh yeah. A lot of guys, they wanna take you to home to bed. Oh, now a lot of guys, they wanna take you to home to bed. But if they come too close, you're gonna knock him dead. Well, I'm terrified, you knock me too. But I just can't help but stop and think about you, oh, Ain. Would you be my babe? And oh, Ain. Would you be my babe? Hey, hey, would you be my girl? Oh, hey. Would you be, 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 would you be
would you be my babe? Aye, aye. Would you be my girl? Aye, aye. Would you be my babe? Aye, aye. Would you be my girl? Dankjewel. Jullie bedankt. Dit was het laatste nummer van Remcheck. Normaal gesproken 5 personen in de band, nu met z'n tweeën. En ik mag zo hopen dat we aankomende zomer met Wantij Pop, dat we dan een plekje voor jullie in dat prachtige park tussen de bomen. En dat we dan de volle band, dat we daarvan kunnen genieten. Zou tof zijn. Nou, gaat gebeuren. Leuk. Dank jullie wel. Dankjewel. Super. Geweldig. Ja. Oké, okay, ja, de muziek verbindt, de natuur verbindt. We zitten aan ons laatste 12 minuten ongeveer. Ik zou jullie allemaal even willen vragen, dan begin ik bij Erik, even 2 minuten. We hebben heel de avond gesproken over van alles en nog wat. Wat ga je nou vertellen aan de mensen die nu kijken, luisteren? Van, wat moeten we nou doen om die bomen nog meer onder de aandacht te krijgen en om ze belangrijk te maken? Nou ja, ik kom even terug op mijn internationale denktank, Mind Master Mundo denktank, waar we dus ook met een man uit Steenbergen, die is Groaanse zet. En die is dus overal in de wereld bomen aan het planten en groen in de woestijn. En dat heeft zo'n gigantisch effect ook op het klimaat in de wereld. En dat begint nu te rollen in Australië, maar ook in de Sahara. En dat soort zaken. Ja, goed, het heeft niet direct op Dordrecht van betrekking. Maar daar moeten we wel mee bezig zijn. We hadden in het verleden een Center voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat is op een gegeven moment, daar is de stekker van de subsidie uitgehaald. Maar ik denk dat het van heel groot belang is dat we ook in Dordrecht weer een soort mondiaal bewustzijn krijgen. En dat kun je ook rustig verbinden aan die eigen bomen waar we vanavond over gepraat hebben. Want daarmee dragen we ook een stuk bij aan het wegtrekken van de CO2. En gewoon weer het verbeteren van het wereldklimaat. Dus ik ben heel blij met deze discussie vanavond, dat het allemaal op deze door jou zorgvuldig geleide avond op gang is gekomen. Nee, maar ik bedoel, dit soort discussies moet veel vaker plaatsvinden. En het bewustzijn. Ja, precies. Ik weet, ik zat een keer met 80 milieumensen vanuit de Partij van de Arbeid in Amersfoort, 20 jaar geleden, bij elkaar. En toen riep ik, er is bij de Nederlandse bevolking nauwelijks milieubewustzijn. En toen werd één professor Heertje, die werd woedend op mij, dat is helemaal niet waar en zo. Maar nou, volgens mij had ik 100% gelijk. En je ziet wel dat milieubewustzijn en klimaatbewustzijn nu de laatste jaren wel meer naar voren komt. En ook de jongeren zeggen van, nu moeten we daadwerkelijk echt gaan doen. Ja, en, Anneke. Ja, grote woorden heb je. Ja, Erik gaat wereld. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als het gaat om onze leefomgeving, hè, waar we erg van genieten en waar we ook gewoon 100% afhankelijk van zijn, dat we daar ook voor moeten zorgen. Hè? Wat ik net zei, van, we zijn eigenlijk helemaal niet meer geaard. We moeten eigenlijk een beetje snappen dat alles wat we doen, dat impact heeft. En ik ben het ook mee eens dat uiteindelijk alle veranderingen beginnen bij mensen. Ik heb naar die klimaattop gekeken, die internationale Climate Adaptation Summit. Hè? Want ik ben zelf voor mijn beroep ook met klimaatadaptatie bezig. En dan zei ik altijd van, oh, dat moet eigenlijk niet, want ik moet eigenlijk moet ik met die mitigatie tegengaan van die uitstoot. Maar ja, ik ben er eenmaal van water en groen. En dan kom je op adaptatie terecht. Maar ik denk wel dat het daar ook mee begint. Dat als je snapt dat als jij zorgt voor de plek waar je leeft, en er komen weer vogeltjes en planten en bloemen en de honing en noem maar op, dat je ook een beetje snapt dat er een relatie is tussen wat jij doet. Hè? Want het gaat vaak over allerlei grote woorden, ook bij die klimaattop. Dan gaat het over ambities en cijfers en er moet meer geld. Maar uiteindelijk gaat het om het handelen van iedereen. Hè? Thuis en in je werk. En als het dan gaat over mensen die kijken, dan zou ik zeggen, loop eens rond en kijk eens, wat vind je nou een mooie plek? Wat vind je nou een mooie boom? Ga nou eens goed kijken. Oké. Okay. En denk, beleef eens even wat je nou ziet en hoe dat daar seizoen na seizoen staat. En levend organisme, wat gewoon een deel van je bestaan is, waar je vaak langs holt. En dus dat je zelf ook iets kan doen. Ja. Dat zou ik, dat is mijn grote woorden. Ja, nou, grote woorden. Dat zijn even grote woorden. Ja, dat zijn even grote woorden, maar het begint wel bij jezelf. Ja. Dan, denk ik, John, iets zei jij ook, hè? Ja, nou, ik moest denken in tijden van COVID of corona.
In tijden van klimaatverandering, waar inderdaad ook meer jonge mensen zich druk over maken, in tijden van teruglopende biodiversiteit, zou je allerhande reden kunnen hebben om pessimistisch te worden. En ik vind de boom het symbool van het optimisme. En ik citeer Luther: als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een appelboom. Dat is mijn leidmotief. Mm. Mooi. Bomen tot in de hemel. Ja, Guido. Ik kan me herinneren dat begin 80e jaren was Dordrecht na Den Haag de groenste stad van Nederland. Ik hoop dat mensen met de komende verkiezingen en over dik een jaar met de gemeenteraadsverkiezingen rekening houden in hun stemgedrag met wat dat allemaal is. Groen en klimaat en het leven en de lucht en het water. Neem het mee in je stem voor de toekomst en zorg dat Nederland groener wordt dan dat het nu is en dat we een betere toekomst tegemoet gaan. Nou, ook heel mooi. Ik denk alleen, ja, dat is een politieke campagne, mag. Vraag of mensen in hun stemgedrag daar... Ja. Neutraal. Heel neutraal, maar ik denk dat er gewoon steeds meer politieke partijen, steeds meer mensen ook toch wel het belang van groen gaan inzien. Ja. En ik denk, ja, als we het alleen laten afhangen van de politiek... En van een ander. Het is hoogst noodzakelijk, want het is eigenlijk al 5:05. Nou, het is nog gelukkig 5:10. Nee, ik snap wat je bedoelt. Wat het klimaat, de bomen, de wereld, enzovoorts. Ja. En daarom moeten we gewoon echt voor onszelf, van begin zelf. Ja. Dus kijk in je eigen tuin. Kijk wat er mogelijk is, hè, van ook op je balkon. Ja, het begint met een ledlamp en het eindigt met een autarkisch wonen. Ik bedoel, uiteindelijk moet je ergens ook door gevangen worden en een beetje betrokken raken. Ja, precies. Heel belangrijk. En dan vind ik de rol van de gemeente, of je nou een politieke partij wil ik niet per se noemen, maar dan is de rol van de gemeente wel echt wel stimulerend, denk ik, en faciliterend en het goede voorbeeld tonen. Ja. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Zodat wij het ook zelf gaan doen. Ja, toch? Zeker. Ja, precies, want de gemeente kan faciliterend zijn, maar we zullen toch zelf in de actie moeten komen. Precies. Dat die kinderen ook een keer van hun iPad afkomen, hè? Dus ook weer die natuur gaan ontdekken. Ja, die staat ook wel eens op je iPad, hè? Nou ja, er zijn heel veel wijken zie ik. Weet je wat een heel leuk iets is? Als je in deze tijd, waarin ouders allerlei dingen verzinnen, wat ze met de kinderen kunnen gaan doen. Loop nou eens door een park of een bos heen. Pak wat nootjes van de grond of zaadjes. Ga die thuis in een potje zetten en ga dan eens kijken hoe een boom groeit. Dat kan je gewoon thuis doen. Daar hoef je helemaal niks voor in te investeren. Je neemt een potje, aarde, je zoekt wat zaadjes. Je kan ook jonge zaailingen onder bomen nemen. Dat is eigenlijk al het begin van een boompje. Je stopt hem in een potje. En dan kan je, daarmee leer je je kinderen ook van, kijk, zo begint een boom. En dat worden zulke grote dingen. Dat is een goede tip. Ja, zeker. Nou, ik zie wel, hoe heet zo'n filmpje ook alweer? Zo'n YouTube-filmpje. Animatiefilmpje. Waar je dat dan laat zien. Ja. Ik hoor er hier wel wat in. Dus ik daag jou uit, Guido, om met zo'n filmpje... Ja. Mijn kleinkinderen komen iedere keer bij mij thuis altijd kijken van... Hoe groot zijn de bomen nou? Ja, alleen een plantje is leuk. Een boom moet je natuurlijk wat meer geduld voor hebben. Ja, volgens mij deed Pippi Langkous dat ook, hoor, wat jij je voorstelt. Ja, maar ik heb veel dingen van Pippi Langkous geleerd. Ja. Maar het is natuurlijk, als we hier in Dordt kijken, denk ik dat we wel blij mogen zijn dat er toch veel ontwikkelingen zijn. We hebben ook allerlei soorten. We hebben nu ook een herdenkingsbos. Hè. Dat vind ik ook prachtig, dat vlinderbos. Waar mensen toch ook weer bewust... Nou ja, Juno, die dan een prachtig verhaal eigenlijk vertelt. Ja. Nou ja, we hebben ook een heel mooi Merwesteinpark bijvoorbeeld. Hè. Een jarig, 135 jaar. Ja. En maar bijvoorbeeld ook, waar ik ook erg van onder de indruk ben... bij Ville Augustus, dat gewoon een particulier... zo'n prachtig park biedt aan de samenleving. Wat een rijkdom is dat. Ja, zeker. Ja. Dus er gebeuren gewoon... Het hele mooie bekende park van Dordrecht, Dubbelmondenpark. En dat is toch mooi. Prachtig. Fantastisch. Daar staan bomen in. Ja, die zijn wel heel groot. Ja, zo had Frits Baarraad natuurlijk over louter bloemen. Iets wat je ook... Louter bloemen, dat kent ook niemand. Prachtig. Bijzonder, ja. Het is heel veel moois, zeker. We kunnen nog heel veel ontdekken. En ik denk, we hebben natuurlijk ook nog de bomenroute. Die straks het museum weer, met de prachtige tentoonstelling. Gaan we zo nog even lopen.
Zo nog even. Nou, ik denk dat we zo... Ja, ik denk dat je dan toch direct naar huis Oké. Want ja, ik zit even te... We praten nog even een stukje door voor de... Ik geloof dat we zo naar de aftiteling toe gaan. Zijn er nog hoor ik veel reacties zelf. Gekomen of niet? Wat zeg je? Zijn er nog veel reacties gekomen of weet je het niet? Nou, er zijn wel een aantal reacties. Onder andere van dat iemand het leuk vond dat ik nu ook een programma presenteer. Oh, okay. Dat is dan ook wel, ja, wel grappig als je dat... Oh ja, hier zijn ook nog een paar. Even kijken. Oh, wacht. Daar moet ik wel mijn brilletje op zetten, anders zie ik dat echt niet. Meer heggen, haag in plaats van schuttingen. Fijn voor egeltjes en andere tuindieren. Willem Anker ook... Zeker als je kleine vogeltjes wil, hè? Zijn haren. Ja, precies. Ja. Ik hou ook van natuurgebieden in Dordrecht, hoor. Leuk dat die muziek nu bij Via Cultura. En swing ik ook weer ermee. Nou, geweldig. Inderdaad, kamers staan tegenwoordig vol met planten. Maar buiten is het zo grijs als beton. Actie, actie. Morgen. Exact, ja. En morgen vandaag. Ja. Dankjewel, Ilse. Ja, en dit was het weer. Via Cultura. Dank voor het kijken en luisteren. Bomen groeien tot in de hemel. Met John, ik zet toch weer even mijn brilletje op. John Steeg, Guido Fransen, De Bomenridders. Anneke van Veen, Stichting De Stad. Juno is er niet meer, maar bedankt voor je mooie gedicht. Rempe Jack, Tom Hartman en Judith Dunsbergen. Dank voor jullie muziek. Ja, ik was je niet vergeten hoor. Erik Meijer, onze jurist. Vechtend voor het goede doel. We blijven knokken. Lichte geluidstechniek, Hans de Bruin. En eindredactie, camera regie, Ilse Schrier. En dat was die dan. Ja, applaus.